Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Het is dinsdag 7 mei. Ik sta nu eigenlijk op het punt om weg te gaan. Ik heb namelijk afgesproken met Ian in de stad. We gaan even lekker koffie drinken en gezellig even winkelen, denk ik, bij de vintage store gaan. You know wat we gaan doen, zeg maar. Ik heb haast, dus ik neem jullie mee. Hele korte intro, sorry daarvoor. Ik neem jullie mee en we gaan nu weg. We zijn foto's aan het maken voor een shoot. We zijn een shoot aan het doen. En hoe gaat het, Ian? Echt super. Ik denk dat ik een Instagram foto heb. Want we zijn nu zeg maar een soort van Instagram foto's aan het maken. Dus we gaan nog even foto's maken. Ik wil eigenlijk nog een foto van mijn kont. Ik ga een stuk. Laten we kijken. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Zit hier toch, het staat in USA, joh. Ja, hier op die andere bil staat USA. Ja, ik wil USA. Een bilfoto van mijn USA. Maar kom, we gaan daarbij lopen. Toeristen. Ik kom net toeristen. Laten we even wachten. Oké, laat. Hey, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Het is donderdag 9 mei. En ik ben me nu aan het klaarmaken, want ik ga zo meteen weg met mijn moeder. We gaan even naar de stad, even de markt op en gezellig eventjes misschien wat lunchen of zo. En weten we nog niet, moeten we even gaan kijken. Maar ik wil eerst beginnen met mijn outfit of the day en die laat ik jullie nu gezellig zien. Dit is de outfit. Ik draag als eerste deze witte hoodie met hieronder nog een wit shirtje. Deze trui is van de H&M, die heb ik... Toen ik met Ian ging winkelen heb ik deze trui gekocht. En die stond nog heel lang op mijn verlanglijstje. Want ik had wel een witte trui, alleen met hier een tekst of zo. Nu geen witte, gewoon normaal blanco. De top is van The Weekday met paracetamol hier. De broek is van de H&M. Riem is van Primark. Schoenen Vans. Dit is mijn lookje of the day. En dan gaat nog mijn crossbody ding eroverheen. Dus ik neem jullie mee naar de stad en ik spreek jullie zo. Oké, inmiddels zijn we weer thuis en ik voel de stilo wel. Dit is wat ik heb gekocht vandaag in de stad. Deze hoodie, deze paarse trui met deze joggingsbroek. Want dit wordt zeg maar mijn outfit voor als ik ga reizen binnenkort. Ga ik 2 weken lekker weg naar het buitenland, dus zeg maar. En nu ga ik beginnen aan mijn kamer. En mijn kamer ga ik helemaal veranderen. Dus... ik neem jullie gewoon weer mee en we gaan kijken hoe ik mijn kamer verder ga doen. Het geluid is trouwens de vogel van Mid. Maar, dus dat. Die heeft een partietje. Let's go, we gaan deze. We gaan nu deze deur in. Trouwens, het laatste shot dat jullie hebben gezien is dat ik mijn kamer ging veranderen. En mijn bed staat nu gewoon weer hier. Alleen, ik sliep altijd zeg maar aan, zeg maar, daar. Bij de witte ding. Alleen, ik merk dat ik dan zo lag, zeg maar. Dus ik ben toen hier gaan liggen en nu slaap ik gewoon perfect. Goedemorgen, het is vandaag zondag 12 mei en vandaag is het moederdag. En Quinty en ik zijn al druk bezig met voorbereidingen. We gaan namelijk dit geven. En jullie denken, wauw, een mand. Maar, we hebben een heel leuk, Quinty had een heel leuk idee om deze, zeg maar, te vullen met allemaal kleine cadeautjes. En onze wasmand is stuk. Dus we hebben dus deze als wasmand gaan we gebruiken. En we dachten, ja, een wasmand geven is best wel saai. Dus toen kwam ik weer met het idee om een grabbelton ervan te maken. Dus die gaan we nu aan het inpakken. Karel is boven de broodjes aan het maken voor mijn moeder. En we gaan nu lekker inpakken. Hoe cute is dit, Quinty? Hoe cute ziet dat eruit? Dus, ja. Thank you.
het is inmiddels het einde van de dag. Ik heb na moederdag, heb ik zeg maar, terwijl we dat ontbijtje deden. Daarna werd ik gebeld of ik eerder wilde komen naar werk. Dus dat ben ik gegaan. Toen heb ik tot 6 uur gewerkt. En nu zit ik lekker op mijn bed. Lekker mijn eigen vlogje te editen. Hij is super leuk geworden. Maar ik dacht, om het steeds iets terug te laten komen in de vlogs, dacht ik dat ik weer even ga dansen op mijn favoriete muziek. Want het is nu een paar weken geleden, of 2 weken geleden, dat ik voor het laatst heb gedanst op muziek. Dus ik heb mijn sportpakje aangedaan. Kijk, mijn joggingbroek van donderdag die ik toen heb gekocht bij de Hennis en Maurits. En ik ga lekker weer dansen op mijn favoriete muziek. Dus jullie kunnen weer gaan genieten van my favorite dance moves. Hello. Hello, Aneska here. This is my Instagram takeover. Ik hoop dat de spieren weer lekker warm zijn. En ja, ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze saaiste weekvlog ooit. Hij was lekker kort, maar wel heel krachtig. Dus ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En vergeet ook zeker niet eventjes dat belletje aan te klikken voor een notificatie. Hey, hey. En dan is het toch lekker beter met laten even een commentje achter wat jij leuk vindt aan deze vlog. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Die maandag, wow, online staan. Met iets super tos. Maar dat vertel ik jullie volgende week. Of daar gaan jullie volgende week achter komen. Dus tot volgende week. En hou ook zeker even mijn Instagram in de gaten. Voor updates, etcetera, stories, foto's. Allemaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie next maandag. Next maandag, wow. Volgende week maandag weer terug op mijn YouTube kanaal. Bye bye.